Oké, okay, dus mijn naam is Ola. Vandaag ga ik de derde aflevering doen. En we moeten tegen Sheffield United. Ja, dat is eigenlijk. We gaan dus weer een. We moeten dus een week doorsimuleren. Trouwens, ik heb van een vriend doorgekregen. Dat ik Luc de Jong moet gaan kopen. Luc de Jong dus. Hij zei dat ik dat moet doen. Nou, oké, okay, niet moeten. Als hij naar onze club wil, dan doe ik dat. Schrijf. Nee, laat maar, club. Ik ga wel naar Dortmund. Wat speelde hij bij Dortmund? Ik weet niet zeker. Iets zegt mij dat hij bij Dortmund speelde of zo. Iets in mij zegt, hè. Dat betekent niet dat hij er echt speelt. Trouwens, de lag is weer bezig. Ik let er gewoon niet op. Ik ben nu even aan het kijken. Even bij de spits kijken, dan moeten we naar beneden. Nee, ze hebben alleen Haaland. Maar wie staat dan bij hun in spits? Want ik weet dat Haaland niet in hun spits staat. Oh ja, Torkan Hazard. Torkan Hazard denk ik dan. Oké, okay, wie dan nog meer? Wie dan nog meer? Wie zou er... Misschien PSV. Nee, dat kan ik niet. Wacht. Oké, okay, ik heb hem eindelijk gevonden. Het was Sevilla. Alleen... Ik heb het via spelers zoeken. Maar ik kan niet zomaar bij spelers zoeken. Anders moet ik dat weer... Ja, knippen. En dat is ook niet fijn met het editen. Want dan gaat... Mijn mond gaat dan de hele tijd verkeerd met de audio. Dus super irritant. Nou, hier hebben we Luc de Jong. Hij is veel te duur. Wilt hij naar onze club toe? Nee, dus dan niet. Ik denk wel dat we een Nederlander binnen moeten halen. Want we willen sowieso... Denk ik van 77... Laten we 20 miljoen nemen. Sorry, dat als je echt geen internet hebt. Positie maakt niet uit. Leeftijd wel. Hoe oud willen we? Ongeveer. Laten we in de 24 doen. Dan moet ik weer mezelf aan de kant schuiven. Oké, okay, ik heb het even gedaan. Ik heb het even ingesteld. Ik heb net even gekeken bij spelers. Maar ik vond gewoon niks. Dus ik ga nu 25 miljoen. Ga eens naar Barcelona. Hij wil sowieso niet naar ons club, maar toch. Barcelona. Suárez, Griezmann. Ja, maar dit is niet wat ik wil. Ik had namelijk een andere in gedachten. Ricky Puig. Voor 10 miljoen. Echt super weinig. Hij wil niet naar ons club, dacht ik al. Maar. Nee, ik denk dat we niet echt een vervanger nodig hebben. Maar laten we tegen Sheffield City spelen. Misschien gebeurt er nog iets. Door. De Champions League. Oh, dat was close. PSV is door. Nog net, 3-2. Binnen twee wedstrijden. Ik moet proberen wat harder te praten, denk ik. Want ik heb echt een zwarte keel. Ik weet niet hoe. Het komt niet door de video hoor, nee. Oh, iemand is geblesseerd. Ja. Nee, het is onze aankoop. Het is onze keeper. Hoe gaat het met Fabianski? Is hij ook al geblesseerd? Oké, laten we naar ons team kijken. Ja, Europa League doen wij niet aan mee, dus boeiend. Ik hoop trouwens wel dat we een keer naar de Europa League kunnen. Dat zou wel helemaal goed zijn.
Ik hoop dat de keeper zo meteen weer er klaar voor is. Ik denk het niet. Kom op. Is hij ready? Ja, hij is weer goed. Alleen hij is een beetje moe. Dus laten we Fabianski erin doen. En Ogbonna, die is natuurlijk... Oh nee, hij is wel geblesseerd. Dan gaat Frederiks van de bank af. Hij gaat Ogbonna. Hij gaat voor Noble er wel in. Zo, daar hebben we dat weer. Haller voorin. Onze redder. Onze topscorer. Trouwens, topscorer weet ik eigenlijk niet zo zeker. Maar hij heeft ons wel gered vorige aflevering. Dit gaan we spelen, want dit is de eerste wedstrijd van de Premier League. Het is geen vriendschappelijk meer. Nu is het echt menens. Oké, we zijn begonnen met de wedstrijd. Daar gaan we. En de aftrap begint. En als het goed is, wordt er een beetje gesimuleerd zometeen. Weet niet zeker. Oh, wat heb ik nu weer? Ja, zo. We moeten nu wachten tot er een filmpje komt en dat betekent dat er een aanval komt. Of het voor ons is, of het voor de tegenstander is, weet ik niet. Ik weet niet het verschil. Oh, ja, nu is het duidelijk voor de tegenstander. Oh, gaan weg. Kom op, het is Sheffield. Kom op. Weghalen. Weg. Haal weg. Kom op. Dat zijn onze tactieken. Oké, laten we onze tactieken wat veranderen. Dat had ik voor vorige aflevering ook een beetje beloofd. Oké, wijten. Laten we dit gewoon houden. Creativiteit. Oké, de aanval. Basisstijl, laten we die direct doen. Aanvalstijl. Laten we over de linkerflank. De aanvallers de bal doelgebied inwerken. Laten we direct schieten. Vleugelspelers, speel sterk in de omschakeling. Op snel verleggen van de ene kant naar de andere kant. Varieert, speel sterk. Oké, laten we dat houden. Middenvelders, steekballen, de verdediging onder druk zetten. Varieert, steekballen. Laten we steekballen. Defensie, druk zetten. Over het hele veld. Tackles, stel, laten we die op hard doen. Achterlijn, laten we die houden. Rollen, aanvoerder, Rice, ja. Strafschopnemer, Haller. Vrij trapper is Haller niet beter? Lanzini? Wie is het best? Oh, Jarmolenko is het? Nee, ja, Jarmolenko dan. Jarmolenko nu? Ja, Jarmolenko. Laten we Jarmolenko doen. En dan weer Jarmolenko hier. Oh, ja. Hoekschopnemer, dan doet Fornals dat wel. Oké, we hebben het een beetje aangepast. Ik hoop dat het nu beter gaat. Ik hoop dat we deze wedstrijd nu even winnen. Dan krijgen we 3 punten in de Premier League. Dat is echt fijn. Want het doel is om in de top 5 te komen. Ik wil hem weghalen. Oké, gewoon even de bal. Oeh, wordt naar voren geschoten. Oh nee, goal met Goldrick. Ik heb de goal niet eens gezien, maar het is een goal. We staan helemaal achter. Oh. Dit is toch niet. Dit meen je toch niet? En weer een kans voor hem. Mop keepertje. Goed opstellen. Fabianski. En een goal. 2-0. Dit gaat zo slecht. Ik denk dat de tactieken. Weet je wat? Ik weet al wat ik ga doen. We gaan gewoon over beide flanken. Dit is beter. Ik hoop dat het nu anders gaat. We staan 2-0 achter tegen Sheffield. Dat is echt erg. Ik kan hier helemaal niks aan doen. Ik bestuur mezelf niet. Ik moet alleen toekijken. Oké, Jarmolenko heeft hem. Daar heb ik net ingesteld. Dus. Oh. Oh.
jongen, alsjeblieft, alsjeblieft. Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat? Oh. Wat doe je nou, Jarmolenko? Echt, Jarmolenko is echt amateur op zo'n gevoel. Beetje. Het is echt gek. Raadsels. Oké. Okay. Weghalen, 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 weghalen. Redding Fabianski. Oh. Eerste keer dat we dat paars zien. Hun hebben echt 100 keer balbezit gehad of zo. 100%. Kijk, wacht even. Wat gebeurt hier dan? En het is een vrije trap. Hoeveel? Hun hebben inderdaad. Hun hebben veel meer balbezit gehad. Wij hebben 3 schoten gehad. Hun 13. Echt. Ongelooflijk. Weghalen. Goal. 3-0. Ja, het is duidelijk iets mis met West Ham. Dit moet toch goed en beter kunnen. Ik weet niet hoe ze in het echt vorig jaar zijn geëindigd, maar veel. En de scheidsrechter fluit af. Wow. Dit is zo slecht. Ik denk dat we mensen erin moeten gaan gooien. Want dit kan echt niet zo doorgaan. Haller doet het super slecht. Rice als aanvoerder doet het super slecht. Laten we. Ik weet niet heel goed. Laten we het gewoon zo houden en hopen. En hoop. Aftrap. En gelijk fout. Weghalen. Dat zie je. Ze maken blunders. Dat zie je. Nog 1-3 zou fijn zijn. Maar dat wordt echt keihard gelekt. En door die lek verliezen we. Daar heb ik het super vaak gehad. Kom op. Oh, doe normaal. Tegen de paal! Huh? De scheidsrechter geeft een vrije trap aan West Ham. Echt, deze game. Je moet gewoon ons lot geven, hè. 3-0 verliezen. Dat wij 0 punten krijgen. Ja. Echt erg. Ja, ga toch echt met je wissel. Je hebt al zoveel gedaan. Kom op. Kom op. Filmpje. Filmpje. Jongen, ik kan niet weer raar gaan doen. Ik schiet je uit de basis. Niet weer raar doen. Bij trappen. Mancini. Zo, nu heeft Lanzini dus. Die neemt nu de vrije trappen. En niet Jarmolenko. Echt, hij is echt enorm slecht. Hij kan echt heel slecht vrije trappen nemen. Kom op. Dit is echt gewoon stom. Nu wil je gewoon niet meer de game spelen. Maar ik wil nu gewoon stoppen met de video, zo stom is het. Ik ga waarschijnlijk 0 punten pakken. En het is klaar. Als je nu nog echt stom gaat doen, dan ga ik echt huilen. En ja. 3-0 ingemaakt. Door Sheffield. Dat is echt ernstig. We moeten echt iets gaan doen. Laten we Haaland proberen te kopen. Haaland is een monster. Die scoort alles. Dan kunnen we een opstelling gaan doen met 2 spitsen. Misschien is dat wel goed. Ik ga Haaland proberen te kopen. Haaland.
De uitslag Sheffield United nu binnen. Die gooi ik. Die smijt ik gewoon in het prullenbak hier. Lekker voor je. Hoppa. Ik ga gewoon Haaland. Oh nee, dan kan ik beter natuurlijk naar club zoeken. Dan hoef ik niet weer zo raar te doen met mij. Dan hoef ik niet meer te knippen. Hop. Ha. Hoe gaat het tegen het zo? Oh, pff, daar als diep ook gewoon nog Haaland in. Nee. Dortmund. Burki. Makimi, maar die is uitgeleend. Dat weet ik. Kom op, ga een keer naar voren. Dit gaat zo slow, ik kom er echt nooit. Wat? Ik klikte. Nu ga ik echt gewoon boos doen. Laat. Ik ga echt. Na de video ga ik deze game schenken. Doe het! Hier ga ik nog wel even zitten. Finally, ik heb een manier gevonden. Maar het is echt een moeite. Het is echt stom. Nu moet ik alsnog knippen, hè? Ik heb mezelf net aan de kant geschoven. Laat het echt. Hand was waarschijnlijk niet naar ons club. Nee. Dan moeten we een andere spits gaan zoeken die ons misschien wel kunt helpen, die ons kan helpen. Laten we eens kijken bij. Laat ik bij Frankfurt. Oh, dit is een mooie spits. Dost. Waar 30? Nee. Silva. Hij is uitgeleend. Nee, kan niet. Oh, het staat hier gewoon. Kom op. Ik wil wat sneller. Stop alsjeblieft. Ik wil echt. Wat is de. Beste. Ik ga gewoon bij Ajax kijken. Sorry. Wacht, Tadic. Dat is een mooie. Sorry PSV-fans, ik moet wel. We hebben iets nodig, oké? Okay? En dan is Ajax weer slechter. Laat, bekijk het zo maar. Kijk, we hebben hier Tadic. We hebben hem als club. Please. Hij is 30, punt. Ja, we hebben onze club. Oh, maar we hebben 10 miljoen te weinig. Maar we kunnen hem wel op onze verlanglijst zetten. Trouwens. Is het? Of Neres. Die kan ook op spits, volgens mij. Ik weet niet zeker. Kan hij op spits? Lies kan hij op spits. Nee, hij kan niet op spits. Huntelaar dan. Voor de bank. Is 35, nee. En Tony van der Beek dan. Die is echt veel te duur. Maar toch. Hoezo? Ik klik toch op vriend. Ik doe. Ja, je wil naar onze club. Maar is veel te duur. Ik heb echt geen idee. Ik moet echt goed nadenken. Maar laten we gewoon nu nog 2 wedstrijden spelen, denk ik dan. Of nog eentje. Ja, nog eentje. We hebben heel veel gedaan. Heel veel zaken gedaan. Dus we kunnen nu maar eentje gaan doen. Kom op, laat. Tegen Brighton. Laten we die dan spelen. Nou, Newcastle verliest tegen Arsenal. Wij zijn waarschijnlijk laatste in de groep. Want wij zijn waarschijnlijk laatste in de spelen. Wat? Manchester City heeft een bot uitgebracht op Declan Rice.
71 miljoen. Dat is wel veel. Maar ik ga het niet accepteren. Dat is echt heel veel, maar nee. Kijk, het is veel, maar besef dat Declan Rice onze aanvoerder is, onze beste speler. En we willen hem niet weg hebben. Ja, weet je wat? We geven gewoon. Deze speler is een belangrijke selectiespeler. Bot weigeren. Zo. En ik heb hem ook nooit op de transferlijst gezet. Maar ze konden alsnog een bot indienen. Het is nog steeds namelijk de transferperiode. Nu even doorsimuleren. Naar, ik denk, 17. Nog 3 dagen. En dan moeten we weer een wedstrijd spelen. Kom op, door, 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 door. Nee, weet ik niet. Trek me voor de League Cup. Daar zit de website niet in. Newcastle wel. Zo, maar de nieuwe. Vrij erin zitten. Zitten wij erin? Denk ik niet. Maar, jawel! We zitten erin! We moeten in de League Cup tegen de Barnsley in de Championship. Oké, onttrekking af, dan hoef ik het niet meer te zien. Hoeveel? Er kwamen nog superveel wedstrijden daarna. Everton zit er ook in. Luton Town. En het is 8 uur. De vraag. Hey, ik krijg een interview. Dat zei ik in de eerste video of vorige video, ik weet niet. De sportjournalist heeft contact met je opgenomen naar aanleiding van de loting voor de beker. Je bent als grote favoriet om door te gaan. Zeker wel tevreden met de bekerloting tegen Barnsley. We zijn waarschijnlijk het favoriete team en ik denk dat we dat gaan omzetten in overwinning. Dat denk ik eigenlijk ook wel. We zijn wel het favoriete team. Ja, hier. West Ham United heeft de aanbieding van Manchester City voor Declan Rice afgewezen. En terecht. Die hebben we nodig. Declan Rice hebben we nodig voor de top 3. 5, bedoel ik. Top 3 is wel echt heel erg. Kom op, nog 2 dagen simuleren. En nog 1 dag. Promotie jeugdspeler. Oh, daar krijgen we trouwens geld voor, heb ik een keer gezien. Volgens mij, ja, we krijgen er geld voor. We hebben nu 18 miljoen. 18 miljoen dus. En nu moeten wij gaan spelen. Real Madrid, die zet een bot op Pjanic van Juventus. Oké, okay. Maakt mij niet uit. En nu moeten we gaan spelen tegen Brighton. Die gaan we niet simuleren, die gaan we spelen. Wop, door. En ik ga ook gelijk een paar dingetjes doen. Dat is allemaal goed. Aanval. Aanval. Oké. Okay. Direct. En dan gaan we aanvalstijl over beide flanken. De bal moet doorgebieden worden. Laten we dat gewoon doen. Misschien helpt dat. Speel sterk in de omschakeling. En de verdediging onder druk zetten. Van hun dan, hè. Defensie. Druk zetten. Over het hele veld. Tacklestel moet wat hard. Achterlijn. Oh. Nee, gewoon. Rollen. Aanvoerders. Strafschop nemen. Ja. Schaler. Rice. Nee, daar willen we. Lanzini. Schopnemer. Voornals. En doen we dit wel. Dan hebben we het team. Oh, en dan doe ik die keeper ook gewoon niet in de basis. Dan ben ik echt helemaal vergeten, want die hadden we gekocht. Maar die is nu niet in de basis, denk ik. Nee. En we beginnen. Dan gaan we de wedstrijd tegen Brighton. Oké, aftrap. Voornals, een lopje. Voornals, zo. Wat een bal, maar Haller komt er niet bij. Haller. Haller. Kom op. En nog, we hebben 10 minuten.
gespeeld. Kom op, doe wat. Doe wat. Geef een filmpje voor ons en dan dat wij scoren. Jee, dan ben ik echt blij. We moeten toch een goal kunnen scoren, anders ga ik niet blij zijn straks. Zo, dan ben ik straks niet blij als ik ga editen. Please, score even. Ik wil niet, we gaan toch niet 0-0 in met rust staan. Please, op slag van rust, als wij dan scoren ben ik super blij. Nog 3 minuten. 2. 1. En oh! Ja, nee, dat is een filmpje, denk ik, voor afluiten. En klaar. Ja, klaar. Precies. En naar binnen, jongens. Ik wil weer opnieuw gaan. Okay, dit is denk ik wel goed. We hebben goed gespeeld. Andersom is goed aan het spelen. Rice niet heel goed. Maar oké. Okay. Kom op. Score. 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 Oké. Dat lukt niet. Kom op. Score. Fijn. Yes. Kans voor ons. Please. Please go in. Please go in. Kom op. Schiet. En erin. Please. Kom op. Pak de bal. Nee. Schat in de counter-attack. Kom op. Nee. Dat kan echt niet waar zijn. Nee, nee, nee. Weghalen, weghalen. Ga in de counter-attack, jongens. Fabianski, pak die bal. Nee, wat doe je? Nee. Weghalen. Weg. Nee. Nee. Oh. Nee. Het is echt slecht. West Ham United is de slechtste club ter wereld. Van de Premier League. Echt. We verliezen met 3-0 tegen Sheffield. We staan al 1-0 achter tegen Brighton. Dat is echt ernstig. Dit kan toch niet? En dan stoppen we ook nog. Dit is echt. Ik wil gewoon deze game op time hebben. Ah, ik ga echt straks boos zijn naar een video. Want ik durf het niet in een video. Die stekken hem nog. Ja, we hebben hem al. Kom op, druk zetten, druk zetten. Kom op, gelijkspel. Ik wil een gelijkspel beter dan verliezen. Haller! Haller! Hij scoort! Yes! 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 Come on. Beter dan verliezen. Dat was echt. Echt Haller onze topscorer. Nu al. Nee, nog één laatste aanvulling. Kom op. Fabianski, pak die. Pak die, Fabianski. Weg. Nee. Weg. Nee, lopje, Fabianski! Nee! No! In de allerlaatste minuut, nee! Ik heb nog een appeltje te schillen. Na deze video, ja, en klaar. Waarom scheid? Fluit dan af, stom mens. Ik ga ook hier al, en ik wil trouwens niet, het ziet er wel op de camera uit, maar het wordt gewoon donker buiten. Dan ga ik gewoon hier de video afsluiten. Dit is echt erg. Abonneer voor meer en tot de volgende keer.